Gianni voor Stacey over. Ja, Gianni, ik sta hier op de plaats. Kun je, zie jij ze momenteel? Waar zit je eigenlijk momenteel? Ja, eet dat, dus kom. Wat dan jij met haar die vandaag? Ja, ik heb hem nodig of niet? Ja, Roger. Channel 1. Over. Ja, ik zie je, ik zie je, ik zie je. Ah ja, ik ook. Kom. Hey, we zien je terug met een nieuwe vlog en waar staan we? Je zult waarschijnlijk gezien in de aflevering dat de speuders op de hoek van de Zwingelaarstraat, dat ben ik Stacey, en de Vlashaardstraat waren. Mooi, best dat je dat niet filmen met dat programma. En de mast waar Belinda onderviel met haar gsm. Niet mijn hoofd natuurlijk. Stoppen. Misschien die paar spieten was hier. Dus de watertoren die achter ons zit. Mijn slechte verbinding. Zit niemand met een poeskanaal. Maar we gaan even uitleggen hoe dat Belinda dat eigenlijk geweten heeft. Hè. Terwijl we misschien naar de plaats lopen. Ja. Oh, dat... Dus hij heeft hier eigenlijk gelopen. Hè. Hier gelopen, hè. Ja. Maar misschien zijn hier de sterren geleid van mij. Op, er zijn een aantal vragen gekomen. Misschien moeten die terwijl we wandelen. Ik kan misschien eerst uitleggen dat Belinda hier gekomen is. Ah ja. Misschien is dat dan wel redelijk belangrijk. Ja. Dus, in ons vluchtplan dat we gemaakt hebben voor het programma, hebben we eigenlijk gezegd dat we op de ouderwetse manier helpers gingen inlichten, moest het ervan komen. Want we hadden natuurlijk even naar Hunted in Nederland gekeken en daar waren er opdrachten waar je iemand moet contacteren. En we hebben gezegd, de postduif, passé. Dat waren niet. Maar de priorzegel is nog altijd vrij hip en trendy. Zeker sinds dat Philip erop staat. Dus, wat hebben we er gedaan? Wij eigenlijk, dus gedurende onze vlucht hebben we gelift. En ik denk in ter hoogte van... En nu zijn we binnen omverder gereden, steeds. Ter hoogte van Gent. En er was twee lieve meisjes opgepikt. Emma en Chloe. Ja, dat. Ja. En zij hebben ons verder gevoerd. En zo hebben we kunnen overnachten in een alpaca boerderij in Lokeren. Dat is een kleine lama. Ja, het is nog niet uit de zon geweest. Dat zal ook niet uit de zon worden, volgens mij. En daar hebben die meisjes nog even bij ons gebleven en hebben gevraagd, willen jullie die brief schrijven? En dan post. Op de post doen. Maar dan we gaan even wandelen terwijl, naar de plaats van de feiten. Ja. Dus wat stond er in die brief? Kijk, dat is hier ook die oude boom waar Gianni dan gelopen heeft. Een beetje like de headquarter. Dus in die brief heb ik gevraagd, als Brenda wou komen naar hier, heb ik ook een plannetje getekend van de site hier. Omdat ik hier wel mijn jeugd doorgebracht heb. En ik wist dat de Hubo hier verlaten stond. En er zijn hier ook garages. Hoe dat ik op die garages kom, dat ga ik niet vertellen in de vlog. Maar ik heb ook een plannetje meegestuurd met de brief naar Belinda. En ik heb ook gezegd van, het is Stacey en Gianni. We hebben zelf niet geschreven wat er een helper onze brief geschreven. Ja. En om te weten dat het zeker ons was, heb ik verteld dat ik nonkel word dit najaar. Ja, wist dat toch nog niemand? Dank je wel. En dat ik twee wandelaars voor Odeel geregeld had, want zij wist dat ook. En we hadden een tijdstip en een plaats afgesproken. En we hadden ook gezegd, blijf wachten, maar vul een zak met eten en drinken. Ja. Want we stonken nog niet, maar we hadden eigenlijk veel honger. Gewoon echt een mes veel honger. Stacey is dan beven op de stad. Ja, maar ja. Stress. Krijg je ze een vaste hand. Stress. Ja, maar die plekken. Dus ja, en waarom leggen we dan eigenlijk zo, ja, zeer professioneel vind ik dat uit. Omdat, ja, soms, allez, met dat vloggen ook, ja, het is geen succes, Stacey. Maar, het is succes, maar ik vind dat we moeten deuren doen. We mogen niet appgeven. Vooral deuren wandelen ook. Ja. We mogen niet appgeven. Maar we zijn ook geen appgevers. Of dat je het nu scoren vindt of jij vindt, weet je het belangrijkste? We dramatiseren ons. Eindelijk. Of dat je het wel kijken of niet, dat vinden wij dit niet erg. Maar er zijn dus wel mensen die kijken. En die mensen en ook een aantal vragen. En we gaan ze oplossen, want we vinden het eerste dat de mensen interactie hebben met ons. Wat was een van die vragen? Waarom weer zo liggen, Gianni? Liggen? Ja, kom, kijk, ik nu weer zo heel die buk verbaren. Dat ik een beetje zo. Okay, ja. Ja, dat is dus een twaalf. Dat moet in de lucht. Voor dat door zijn, het is van die buk, het is wel een twak eigenlijk. Enfin, maar dan ben je dat is... kennen er niet. De eerste vraag is. De eerste vraag is van hoe dat wij ons eigenlijk voorbereid hebben. En dat hebben we in vlog 1 verteld. We hebben een vluchtplan moeten maken. Ja, een vluchtplan gemaakt en opgestuurd naar de productie met de post. En daarin een vluchtplan hebben we verteld dat onze tactiek is actie vluchtrust. Dus van zodra dat we een actie doen, nu met dat pakketje,
gaan we vluchten. Dus we zijn rap gaan in die auto. En dan gaan we op een plaats rusten. Het is goed, je ziet er goed uit en je tanden ook. Hij moest ook twee vragen ontdoen. Ja, ik weet ze nog wel. Ja, zeg ik. Wij gekeken naar Hunted, naar Nederlands. Maar we wisten ook dat de speurders naar Hunted gingen kijken. Dus we hebben er eigenlijk niet zo heel veel uitgehaald. We hebben nog één iets uitgehaald, maar we vertellen dat nog niet. Nee, dus kijk naar de volgende aflevering. En we hebben ook een vraag gekregen. Waarom weten ze wat hij zei als justitie niet meewerkt? Het is wel zo dat de spelregels bepaald geweest zijn met mensen van justitie en met mensen, collega's van ons, die weten hoe dat juist in elkaar zit. Ja. Dus meer gaan we er niet over zeggen, nee. Maar wij vinden het wel, ik vind het goed. Ja, en ik wil ook nog eens zeggen, de reacties en zo online en al, dat is verdeeld. Sommigen vinden dat programma een beetje niveau buurtpolitie. Dat kan goed zijn, hè. Ja. Het zijn ook mensen die buurtpolitie gisteren vinden. Dus... Ze vinden het ook niet belachelijk vinden, ja. Maar dus, allez, aan de andere kant, het is en het blijft een spel. En dat spel heeft ook spelregels en we hebben er dan daaraan gehouden. En het is zo goed mogelijk proberen de realiteit nabootsen. En ik vind echt wel dat dat goed lukt is. Ik heb op geen enkel moment ondervonden tijdens het spel dat er opzet. Ja, dat er opzet in het spel is. Maar ja, vooral vind ik belangrijk, het is een spel. Allee, ja. We doen dat niet. We spelen niet als Tanja en ons werk. Hé. Misschien krijgen we een aflevering van de buurtpolitie. Moest de regisseur van de buurtpolitie. We doen mee. Ja. We zijn ons vrije jeugd. Het is een bluf de spel. Ja. Dus ja. Dat wilden we wel een keer vertellen. Ja. We hebben dat ook wel verteld bezig. Maar voorover te gaan naar de over opdracht. Over naar de studio. Dat is dus, je zou misschien gezien in dat ik gestruikelde in de aflevering. Dat was dus hier. Ja, dus hier stond hij in een rustzak, dat Jenny, de ontmoeting met Belinda, moest allemaal vrij rap gaan. En hier toen was ben ook ik. Het eerste dat ik terug van Jenny, zatelijk of dat ik de wenkbrauw neem met die maar dat is een mooie olie, ja. Dus, hier was ook het eerste contact dat ik weer aan met u. Dat was daar eigenlijk, ook zij als de starter. En Tom, ja. Ja, je had ook zien dat Frank is mee, de auto van in aflevering 1. Dag Frank. Dat is Frank. Tom, ik heb hier gelopen, kom Sissy. Hier gelopen en hier heb ik eigenlijk de tas een beetje verloren, maar dat is niet in beeld gekomen. Toen heb ik ook gelopen naar daar, maar ja, we gaan niet in onze minuten komen anders. Maar dan, een beetje rapper wandelen, Stacey. Rapper wandelen? Toen heb ik gezeten in Stacey, ik sta klaar met draaiende motor in de richting van Ieper. Maar, daar... Stacey, er is een speur rond. Daar hebben we ook eigenlijk contact dat stress veel doet met u. Want, we hebben niet afgesproken welke weg dat we gingen weerpakken. Voor naar Heuveland te rijden. En daarom heb ik het nog moeten zeggen, links, rechts, 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 links, links. En dat was iets, ja, onder stress vergeet je dingen, nee. Ja, maar dat was hier nog niet bij. Maar jawel, wat? Ik weet niet, ik wat de baan, hé. Hey, ja, ja. En, dat wil ik ook wel nog een keer zeggen, mijn echt wel stress had, hé. Toen er veel die zeggen, ja, het is geacteerd. En het is zo show, dat maar... Dat is echt niet waar, hè. Nee, alleen. Looppadje. Ja, kijk, ik vind het gelopen, hè. En ja, voor de jonge man die stuurde naar ik, was hij zo buiten adem voor zo'n klein stukje, dat was 2 kilometer. Wie was die jonge man? Vertel ik het niet. Oh, dat weet ik al. Ik ga het nu zeggen. Nee. dus ja, hier is het padje. Hier. Nee, nou, nog door. En toen komen we in de Tulpenlaan. Er zijn nog heel veel vragen geweest voor... de Tulpenlaan eigenlijk op de kaart te zetten en Fleur. Er zijn hier ook mensen die bidden naar kijken naar ons. Ja, ik ga het niet echt? Oh. Groep van. Ik is ook het ingekomen, ja. Dus ja. Dus wel de Tulpenlaan. Moest nu... ik hier aan zitten? Staan? Ja, kijk hier, kom. Achter de hoek. Ja, 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 ja. Voilà. Ja, ik stond er daar. Daar stond Stacey, maar veel te ver. Kom Stacey, we doen hier een back. Ik kan hier en in een verdoten hoek staan, hè. Ja, ja, maar ja. Eindelijk moest je hier staan, hier in het hoek, om er naar rechts te gaan. Maar, dus ik stond hier, als Tanja. Stond ik hier op de hoek. Stacey, waar ben je? En ze stond daar. Maar eigenlijk ging we hier naar rechts gaan. Dus ja, onder stress vergeet je ook wel een keer ding. En we kunnen misschien afsluiten met de Tulpenlaan op de achtergrond. Ja. Dus ja, moest je nog vragen in? Stuur ze gerust. Moest je vinden van trekt het niks, zeg het ook gerust. Zeg het ook. Maar we blijven deuren doen. Moest je tips aan, zeg het ook. Maar we doen hun deuren. We doen hun deuren. En? We zijn ermee begonnen en we geven niet op. Tulpenlaan. Laat je likken.